is al heel dik. We gaan vandaag iets leuks doen. Ik heb 3 influencers uitgedaagd. Lissara. Hey, wat leuk dat je er bent. Boas. Daar is hij dan. En een mooie auto mee. En Royalistiq. Goedemiddag. Goedemiddag. Dacht, neem ook even een bolide mee. Ja, vet hoor. Achter mij staat de Hyundai IONIQ 5 N. Ja, wat vind je? Vet kleurtje. Het valt wel lekker op. 650 pk. Dat is niet misselijk. Ja, daar ben ik wel gelukkig van. Wat 0 naar 100 in 3,4 toch? Ja. Dat is serieus snel. En die gaan we tot het uiterste testen hier op het circuit. 3 challenges om de veelzijdigheid van de IONIQ 5N uit te lichten. We doen een sprint met het krachtige vermogen van N Launch Control. We gaan driften dankzij de N Drift Optimizer en de ingebouwde Torque Distribution. En tot slot de ultieme test, een tijdronde over het circuit. Handgeschakeld met N E Shift en tijdelijk de beschikking over meer vermogen met N Grin Boost. Gaat het de Hyundai IONIQ 5N lukken om onze 3 petrolheads te overtuigen dat deze elektrische auto net zoveel in zijn mars heeft als hun eigen auto's? Ik ben bang voor vandaag. Ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. En may the best win, weet je wel. Even goede vrienden, toch? We gaan het zien. Ja, we gaan het zien. We beginnen met challenge nummer 1. De Speed Challenge tegen Lies. Wie van ons is het snelst over de finish van dit rechte stuk? We mogen Unite en Launch Control gebruiken voor wat extra power aan de start. Maar ja... Ik doe eigenwijs. Ik doe niet die N Launch Control. Ik denk dat ik dat gewoon niet nodig heb. 3, 2, 1, go! Oh, mijn buik! Oh, mijn buik! Oh, mijn buik! Oh, ik kan hier zo tegen. Als Launch nog harder gaat... Launch gaat nog harder. Dan zit ik denk ik achterin. Swipe hem naar rechts. Wat is het? Activeren. Ik vind het eng. 3, 2, 1. Oh, deze was lekker, hè? Oh. Ja, toch? Ja. Oh, hij rijdt wel lekker, hè? Dat geluid is ook zo lekker. Maar was jouw tijd ook zo lekker, Lies? Is het gelukt om onder mijn tijd van 7,71 te blijven? 7? Ja. 31. Niet? Ja. Echt? Ja. Iemand was eigenwijs, die deed geen launch control. Ja, je bent gewoon eigenwijs, weet je wel. Ik ben nog steeds even een beetje aan het grounden weer, want god, wat ging dit snel, zeg. Lekker toch? Petrolhead 1 is overtuigd. Door naar challenge nummer 2. Hier is snelheid minder belangrijk en gaat het meer om de controle over de auto. Want we gaan driften. Dat dit kan in een elektrische auto. Sowieso, drift is de vetste feature die je auto kan hebben. En een andere feature die Hyundai in de IONIQ 5N heeft gestopt is de N Drift Optimizer. Dat maakt driften met de IONIQ 5N super gemakkelijk. Maar goed, eigenwijs hè, dus ik doe het weer zonder. Hij doet het gewoon goed. Oei, oei. Zullen we anders even op achterwiel zetten? Zo. Oh, zo op achterwiel. Oh, jongen. Ja. Blijf bij. Ja, netjes. Ging bijna goed, hè? Maar wel leuk. Wel, hij kan het. Ja, maar nu ik jou... En kan jij het? Ja, dat vraag ik me af. Ja, Boas. Laat maar eens zien. Oké, ik zet de Drift Optimizer wel even aan. Dat ik even laat zien hoe het moet. Show. Oh, bijna hoor. Het helpt wel, die Optimizer. Zo snel gaan we hier kennen we nog een rondje. Eigenlijk zou maar even tegen doorrijden, insturen op het gas en dan gaat hij. Oké, ik moet zeggen, het is wel echt heel leuk. Ja, ik vond dat je het oprecht goed deed. Nou, je bent wel een slechte leerling dat je niet luistert. Het is zo leuk, je wil ze maar de hele tijd hier gewoon mee doorgaan. Ja. Mag ik nog even een half uurtje? Ja, vooruit. Nog 1 rondje dan. Dat betekent dus wel dat Boas overtuigd is van het driftvermogen van de IONIQ 5N. Petrolhead 2 is in de pocket. Nog 1 laatste challenge te gaan. Challenge 3, een rondje over het circuit. Ik neem het op tegen Roy om de snelste tijd. We gebruiken N E Shift, en dus schakelen we zelf. En we hebben de N Grin Boost tot onze beschikking om tijdelijk net iets meer vermogen te hebben. En ik mag als eerst. Die kop voor jou alleen al, hè? Dat staan we nu al gewoon niet aan. Heel goed. Wordt ingestuurd. Ja, fijn dat ik een beetje coaching. Nieuwe banden liggen al klaar. Het is allemaal goed, joh, Wouter. Nu. Wow. Dat is oprecht wel heel dik. Mooie tijd, ja. Maar nu is het aan Roy. Ja. Nu ik heb even voorgedaan. Ja. Ja, gewoon... Kijk. Stop. 3, 2, 1. En hij is weg. Ja. Fanatieke blik. En die eerste meters, die lijken nog best wel aardig. Ja, netjes. Je ziet het misschien niet aan me, maar ik begin intern wel een beetje te zweten. Dit is een bijzondere lijn. Dit is de regenlijn, Roy. Opperste concentratie, hoor. Dit stukje doet hij dan toch best wel weer goed. Weg naar de laatste bocht. Toch nog even een bonus tip. Goeie call. Goeie call. Ja, die was echt goed. Ja, goede call. Maar heb ik hem hier nou mee aan die overwinning geholpen? Mijn tijd was 59,78. Jouw tijd eindigt op 0,06. Ja. Maar het begint ook met 59. Heb ik het sneller gedaan? Volgens mij moet fout zijn. Jij hebt bij mij nog hier in die laatste bocht. Zei je nu die boostknop en toen drukt hij die boostknop in. En dat is die halve seconde. Ik denk het oprecht. Feestdags. Dankjewel. Doe je nooit meer zien. Nee, nee. Echt al heel gaaf was dit, man. Zo, dit was echt gaaf. Goed gedaan hoor, Roy. Maar ja, ik moest je natuurlijk zien te overtuigen. En dat is gelukt. En daarmee is de derde en laatste petrolhead overstag. De Hyundai IONIQ 5 N, 650 pk, baanbrekend in elektrisch rijden en met al zijn verschillende functies de ultieme elektrische auto voor op de gewone weg. Ja, het is de meest krachtige Hyundai ooit. Wat was het ook vet om met deze elektrische auto deze challenges hier op het circuit te kunnen doen. Wat een geweldig apparaat. Wil jij nou meer weten over de Hyundai IONIQ 5 N? Check dan Hyundai.nl.